Ja, eindelijk. Eindelijk gaat het gebeuren. Je ziet steeds meer vrouwen in de vrachtwagen, nog niet zo heel veel. Maar op de motor, buggy's, auto's. Het wordt wel steeds populairder, gelukkig. Allemaal wedstrijden rijden en trainen. En ook veel technische dingen in de auto leren. Dus daar ben je dit jaar ook wel veel meer mee bezig dan met buggy. Dat is allemaal iets eenvoudiger. En we gaan dadelijk voor de eerste keer de banden wisselen oefenen. Dus 150 kilo met z'n drie erin en eruit en erop. Dus ja, dat lijkt me wel een ding. En de rest, ja, dat is gewoon een kwestie van veel doen en trainen. En dan moet het allemaal wel lukken.